Lieve mensen, welkom bij date nummer 35. Dit is Roos en dit is Koen. En wij gaan vandaag wel naar het trampolinepark. Wat? Vind je het leuk? Ja, ik dacht dat je zo heel lang ging zeggen over wat we gingen doen. Nee. Maar we gaan dus naar het trampolinepark. Mm-hmm. Dit keer wel. Mm-hmm. Ben benieuwd. Roos, we zijn aangekomen bij de Superfun. Dat weet ik. Het zou kunnen dat wij niet gaan springen, maar bier gaan drinken. Gewoon bier drinken. Want wij gaan pas springen als jij mij hebt verslagen met bowlen. Wat? Niet. Hé, ik wil gewoon springen en dan gaan we eerst bowlen. Is het echt zo of is het een grapje? Nee, het is echt zo. We gaan eerst bowlen. Ik geloof niet dat als jij wint dat we alleen maar bier gaan drinken. Dan gaan we alleen maar bier drinken. Helemaal. Jawel. Nee, ik deed het. Echt niet? Nee. Hoe doe je dat? Mocht je heel veel zin hebben om te kijken naar twee mensen die bier drinken, dan kun je beter op de link in de beschrijving klikken. Kijk alsjeblieft uit. Heel... Wat is het geheim van de liefde? Koen heeft in 10 keer gooien 21 punten. Dus dat betekent dat je elke keer gemiddeld 2 om hebt gegooid. Ik heb het gewoon niet in me. Ik had niet verwacht dat het zo makkelijk zou zijn. En denk je dat je wel kan springen? Dat kan ik wel. Ik eerst. Saai. Saai. Geslaagd. Ja, ik vond het date ook geslaagd. Dankjewel mensen van Superfun dat we hier mochten zijn. Gewoon een heel trampolinepark vol zelf. Ik ga nooit meer bowlen. Nou, vonden jullie het ook geslaagd? Laat weten met een... En abonneer op dit kanaal als je dat nog niet gedaan hebt. Volgende week gaan we weer iets anders doen. Zullen we nu toch bier gaan drinken?